Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Spulletjes van staaltje vakwerk. Gisteren getekend en vandaag al gesneden. Kijk eens aan. Daar zijn ze. De flensjes die we nodig hebben om de aandrijftandwielen aan de steekassen te knutselen. Passen ze ook. Ja, dat is goed, dus ze passen natuurlijk. Als ze zeker in zijn. Nou, even kijken. Jo. Oh, ja. Hij past zelfs hier omheen. Ja. Ja, dat is mooi, hè? Deze hoeft niet helemaal weg dan, nu. Omdat het toch niet meer hebt. Nee, dat is eigenlijk perfect zo. Ja, perfect. Ja, dan moeten we daar alleen eerst even een stuk andere buis aan knutselen. En dan verlopen, denk ik. Die bout past niet helemaal meer. Ja? Die bout zijn te lang. Nee, die past er niet in. De andere schroefdraad. Oh, die? Nee, dat klopt. Dat is iets anders. Maar het zit er goed op. Ja, dat is perfect. Ja. Ja, want we gaan hier een eindvertraging maken. Dus dan denk ik dat iedereen dat al voor had. We gaan dus inderdaad met de aandrijfas van de auto. Hè. Die komt dan hier. Die gaat dan hier naar deze naaf. Dit is overigens gewoon een lager. Die hebben we van een fusee-stuk gehaald. Dat is van een Opel Astra. Kijk, hier ligt een stuk. Kijk, dit is normaal. Dit zat normaal zeg maar voor bij het wiel. Hier zat de remklauw. Hier zat de spoorstang. Het veerpootje zat hier aan. Zat daar de lager in en daar kwam normaal het wiel op. Omdat wij daar veel grotere wielen erop gaan leggen en omdat wij een hele grote veerweg willen hebben, hebben we ervoor gekozen om hier met een kettingoverbrenging te gaan werken. Dan moet dit tandwieltje moet dus hier op worden geknutseld. Ja, dus nu moeten we nog even iets gaan bedenken tussen het flensje en dat tandwieltje en dan in elkaar lassen. En dan het wiel erin, de ketting eromheen. Oh, en dat is al bijna klaar. Ja, het is echt ongeveer. Best wel ver al wel, hoor. Ja, we hadden dit project, waren we al heel ver mee, hè. Ja. Ja, we hadden het alleen niet afgewerkt. We hadden opeens een tank om aan te werken. Maar ja, we zitten nu een beetje te wachten op de koepel. Dus dachten we, weet je wat, voor we aan die BNP en zo beginnen en andere dingen, gaan we eerst dit verder afwerken. Je snapt het eigenlijk niet, hè. Wat snap je niet? Dan heb je zo'n leuk iets staan en dan ga je aan die saaie tank werken. Ik vind die tank toch wel tof. Oké. Hey, maar er is meer. Kom kijken. Ik heb gisteren nog iets opgehaald. Oh. Oh. Oh, kijk hier dan. Oh. Een hele grote compressor. Het is een schroefcompressor. Ja. Tja. Kunnen we straks nog een keer gaan stralen en zo. Dat is wel mooi. Het maakt een stuk minder herrie. Moet alleen nog wel wat leidingwerk erbij hebben en een drukvat natuurlijk. Dus. Ah, het is een diepvries. Ja, dat lijkt het wel op, hè. Hier dan. Grote, dikke motor. Ja. Kijk of dat de stoppen er weer uitvliegen. Heb je weer zo'n apparaat gekocht? Dadelijk wel, ja. Het is een grote beer in ieder geval. Ja, het is een heel ding. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Hey. Ik wil zeggen, zit er nog een boekwerk bij daar, maar dat is toch niet. Er zit al olie in. Ja, hier zo. Dat klopt. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die bouwcompressor die we hebben staan. Zit er ook olie in? Ja, daar zit ook precies. Het ziet er echt hetzelfde uit allemaal ook. Dat is ook een Ingersoll-rand. Boven ligt die, hè, die compressor. Hij zit daar achter hier kast. Hier heb je de motor. Hoe ziet het eruit dan? Die zal vierkant. Ja, zo'n schroefcompressor, zo'n ovaal lang geval, zeg maar. Ja, met twee van die wokkels erin. Ja, er zitten twee van die schroeven zitten daarin, die draaien tegen elkaar in. Ja.
Ja, dan ben ik benieuwd. Zou hij het doen en zou onze stroom het kunnen hebben? Oh. Ik heb hem kapot gemaakt. Oh, nee toch. Laten we hem er eens uitpakken dan. Maar hij ziet er wel goed uit verder, toch? Ja, maar we kunnen trouwens wel lezen of hij het kan. Ik zie wel wat kiezel wat. Ja, dat moet wel kunnen. Hoeveel ampère staat eronder? Dat is bijna niet te lezen. Wel 32. 33 tot 32 ampère. Er staat 33, 6, 32. Dus jou het jij ook alweer niet trekken dan? Nee. Nou, we kunnen het toch proberen. We hebben natuurlijk 25 ampère per fase. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het vanzelf zien. Laat het gewoon proberen. We moeten even kijken waar de stroom in moet. Het is echt een hele grove meneer. Ja, ik denk hier ergens. Kijk hier. Er zit een sleuteltje bij. Ik denk dat je het gewoon in die slang moet doen, de stroom hier. Ja, precies. Erin gieten. Ja, gewoon erin gieten. Ah! Oh! Kijk daar zo. Dat ziet er ingewikkeld uit. Maar hier moet de stroom in, denk ik. Of gaat daar de stroom? Ja, hier moet je. Oh joh, hier staat gewoon een schema, joh. Nee, zo maar, hier moet je kijk, dan is daar gewoon een fase. De kabel is gewoon afgeknipt, zo. Oh joh. Moet gewoon daar erin. Hij heeft geen nul nodig. Mooi. Maar ik heb nog wel een kabel. En echt een dikke. Dik unit. Hey Derek, man. We hadden al lang een compressor staan. Hier. Maar waar komt daar de lucht eruit? Hier. Daar zijn ze vergeten de luchtaansluitingen aan te maken. Inderdaad. Maar deze zit het hier. Misschien moet ik daar ook een keer achter kijken. Hij heeft ook twee aansluitingen, maar hoe is dat dan? Dat is voor de Siri-tweede. Tuurlijk. Hier, man. Dat is een servicekaart. Ja, hij heeft bij de laatste onderhoudsbeurt heeft hij bij de 40.000 gehad. Ja. Dat is best wel veel. Een aantal uur. Ja. Ik weet niet of dat veel is voor zo'n geval. Hier zien we hoe het werkt. Hè. Hier is de motor met een riem, daar zit de compressor. Zit de olievat. Brrr, lucht erin. En hoe stroomt die olie dan? Oh ja. Dan zuigt ook olie mee op en dan komt er olie met lucht komt daar uit. En dan die olie die kan dan weer bezinken, zeg maar. Die olie gaat hier ook door een koeler. Dit is een koeler zo te zien. Cool. Ja, en daar, gaat, daar zit de perslucht aftrap op. Dus hij smeert die schroeven constant. Hij gaat de hele tijd olie mee doorheen. Ja, dat is wel nodig. Maar dat is bij een gewone compressor ook, hè? Dus ja, maar niet dat er zo'n vat in zit om te bezinken, hè? Dat is nee, dit. Nee, niet zo'n groot vat. Kijk, want hier... Hij heeft hier, zeg maar... Dit is denk ik zijn... Oh, dit is die, daar gaat hij langs de filter. Dat is echt alleen maar olie wat hier aftapt natuurlijk. Hey. Oh, hierboven zit hij aan, die lucht. Ja. Oké. Okay. Moeten we er niet een kraan op zetten, want anders hebben we daar een raket. Nee man, dan blaast hij gewoon keihard. Dat valt wel mee. Je kan het heel goed zien. Nou, je kan het beter zien. Oh ja, dan kijk je daar. Hier een lamp. Maar ik denk dat er wel iets tussen moet stoppen. Waar het tussen gaat natuurlijk zo snel dat je niet ziet. Ja, maar daarom, ik denk dat je het hier veel beter ziet. Kijk hier. Oh ja. Daar. Dat is een grote ventilator. Dat bedoel ik. Oké, nou ja, laten we stroom. Nou, dan ga je eens even aan de kant staan. Voor de eventuele vlammen die eruit komen. Ja. Nou, dit is wel goed. Je hebt hier eigenlijk vertrouwen. Oh, hier, de lampjes gaan allemaal al aan. Dat werkt al. Die? Erik. Ik ben helemaal gek geworden. Oké, zet hem maar aan. Gaat het licht uit? Of gaat hij het doen? Hoi. Hey. Oh. Wat een relais wat schakelt. Wat nee, is dit? Ik vind het maar eng. Gewoon knopjes drukken, man. Doe maar. Kom maar, mag je. Als hij ontploft, is jouw schuld. Hij ontploft niet, man. Je zit er druk mee. Man. Ja, zet hem maar gelijk weer uit, want dat was het weer voor vandaag. Is de stroom er alweer uit? Ja. Denk het ook, hè?
Het werkt wel. Even. Hij doet het wel. Draaide hij wel de goede kant op nou? Nou, ik heb het niet eens kunnen zien. Dat is snel uit, hè? Man, man, man. We moeten toch een keer iets aan die stroom doen hier, eigenlijk. We hebben weer zo'n apparaat wat te groot is voor onze stroom. We moeten eigenlijk even kijken of het echt zo is. Misschien is hij gewoon stuk, omdat de fase verkeerd omgedraaid. Hij doet het weer. We hebben weer een zekering gewisseld. En nou werkt hij weer. En weet je wat we ook kunnen doen? Nou. De zekeringen opvoeren. Ja, nou ja, nou precies. Dan kunnen we straks weer een elektricien laten komen om de grondzekeringen te laten verwisselen. Of de hoofdzekeringen. Oké, ik zet hem kort aan. Hij draait de goede kant op. Ja. Hij doet het deed wel. Het net ook. Hij ging gewoon aan. Ja, dat weet ik. Hij ging ook gewoon aan. Ik denk dat hij het nou gewoon doet. Zullen we hem gewoon eens aanzetten? We hebben toch genoeg zekeringen. Laten we het proberen. Oké. Dat was het. Dat was het weer. Hij doet even. Ja, en dan is het klaar. Totdat hij ster 3 doet misschien. Mogelijk, ja. Oh jee, we hebben weer een apparaat dat te grof is voor onze stroom. Ik vind het toch jammer, of hij is gewoon stuk deze. Nee, dat denk dat ik niet. Dat is hetzelfde dilemma waar we toen mee zaten. Ja, maar dat denk zou ik niet. Zou deze ook niet op de 220 net halen als je in die kast gaat? Zo. Ja, even kijken. Ja, ik zie het al. Ja, nee, dit is het. Hij is gewoon te groot. Ja. Ja, ja, ja. Oh, nee toch. Oké, ik ga zekeringen pakken. Dan kunnen we weer stroom opzetten. Gaan we het nog een keer doen? Hij is best goed. Hij stinkt niet heel erg. Moet je wel wat lagerpunten nog verplaatsen. Dat hebben we best goed gedaan, hè. Even kijken. Ik heb al voertuigen gebouwd met trommelgewielen eronder. Ja, daar kunnen we niks aan doen. En die werkt ook gewoon. Kun je nagaan hoe deze dadelijk werkt. Hij houdt gewoon niet op, hè. We zien hem aan een vliegwiel. Ik ga hem wel even laten stoppen, hoor. Ja, de kraan laten zakken. Rijdt hij zo door de kraan heen? Nee, want hij rijdt achteruit. Dan rijdt hij over onze lasttafel heen. Goed. We gaan weer verder met de buggy. De compressor, dat gaat hem helaas niet worden, denk ik. Want die is toch weer wel te grof voor onze stroom. Die stoppen gaan we niet laten verzwaren, want dat kost maandelijks gewoon extra geld. Dat is het niet waard. Dus, als er iemand nog een compressor nodig heeft, we hebben echt een kei mooie grote schroefcompressor staan. Maar nu moet je wel zorgen dat je zwaardere zekeringen hebt dan wij. En hij is niet voor niks. Nee, ja, we gaan hem niet weggeven. Nee, mensen denken nu gelijk natuurlijk dat ze voor niks de compressor kunnen krijgen. Nee, ja, ik heb hem zelf ook gekocht. Je hebt hem zelf gepoetst net. Ja, daar heb ik een foto van gemaakt ook, ja. Dus dat, maar ja, goed. We gaan hiermee verder. Oh nee, we gaan eerst verder met de Indie Robot Games. Ja. Jij lekker kleuren. Ik ga krijten. Jij gaat de laatste challenge doen, hè. Nou, we gaan er niks aan doen. Hoezo niet? Ik ga net doen alsof ik het kan, want ik kan... Ja, doe nou maar zo. Jij hebt natuurlijk de puntentelling gezien. Hij heeft gewoon gezien dat hij gewoon tweede laatst staat of zo. Volgens mij sta ik er niet eens tussen. Jawel. Ik sta er niet tussen, hoor. Echt wel. Echt niet. Echt wel. Nee, we staan er niet tussen. Ik heb hem ook niet gezien, hoor. Hoe heten wij dan? Master Milo? Ja, volgens mij wel. En we staan er gewoon tussen, hoor. En je staat niet bovenaan. Nee, we staan heel ver onderaan als we hem niet gezien hebben. Nee, maar laatste prijs krijgen we sokken. Dus we kunnen beter zorgen dat we dan deze niet inleveren. Dan krijgen we dus in ieder geval iets. Ja, of je doet hem gewoon weer net zoals dat je hem eerst deed, dan... Hoe kan dat nou weer? Ze hebben ons gewoon geskipt. Ja, nou, ik heb een lijst gezien waar stond jij gewoon in. Maar er waren er ook 18 volgens mij. Dit zijn er 20. Dit zijn 16 die hier staan. Misschien zijn we ook gedisqualificeerd. Ja, mogelijk. Met het Hilux-grapje. Hebben wij ons niet goed gedragen misschien? Oh! Nee, ze zagen natuurlijk de battle tussen die van mij en Michiel en die dachten, maakt niet uit wat ze doen, ze zijn gewoon eerste. Ja. Droom maar net verder. We moeten ook nog even, nou we het toch over Indie hebben, in die kluis kijken. Want, daar liggen namelijk M30 moeren. Die hebben we gisteren ook besteld. Zo. Nicole, kijk hoe groot de openen zijn, wel Janetje.
Heb jij een moertje op mij? Moertje? Hij is zo groot, ik kan hem niet eens in mijn oogkas vastklemmen. Nou, hier, kijk eens. Daar zijn ze ook niet voor bedoeld, gelukkig. Nee, deze zijn speciaal om hele grote tractorwielen te monteren op je zelfbouwbuggy. Zijn ze wel kleiner dan dat asje is? Natuurlijk zijn ze kleiner dan het asje is, want anders kan er geen schroefdraad meer opsnijden. Ja. Mooi hè? Hey. Ja, kijk dan draaien we gewoon twee op elkaar. Gewoon dan zit het gelijk geborgd. Nou, dan komt dit toch gewoon helemaal goed. Then it's like a party. It's my party. Oké, very nice. Nou, succes bij de Milieustraat. Ik ga die peringzooi weer brengen. Oh. Ja. Ja, we hebben een hele berg zooi. Moet allemaal weg. Ga ik nu doen. Staat op elkaar. Kijk. Het is wel de moeite. Ik denk dat ik het toch maar wel even vastzet ook. Hier, berg oude TL-buizen. Ja, daar hangen we natuurlijk niet meer op. Ik bedoel, onze zekeringen zijn toch al niet alles. Dus als we nou overal van die TL-buizen neerhangen, dan springt alles zeker eruit. Daar hebben we LED-verlichting hangen. Ja, wat zit allemaal, joh. Ook een berg met troep gewoon. Oké. Mooi. Ik ga het wegbrengen. Jij hoopt dat die helikopter binnenkort komt, zeker? Ja. Je bent alvast een landingsplaats aan het tekenen. Ja, vind je het niet mooi? Ja, het ziet er goed uit. Er moet toch nog een rondje in het midden? Ja? Ja, kan vast doen dadelijk met een moer. Ik moet alleen een moer hiervoor hebben. Oh ja, maar die kunnen we wel bestellen. Ja, zo'n 14 keer nog iets. Ja, ik kan anderhalf of zo. Maar dan zit hij wel tenminste gewoon echt vast. Ja, dat is wel prettig. Ja. Dat is goed gemaakt. Dat is wat we ongeveer moeten hebben dadelijk. Maar deze flens met de tandwiel erop gelast. Het is alleen jammer dat onze buis centreert hier niet in. We hadden hem iets kleiner moeten laten snijden misschien, maar dat krijgen we ook wel opgelost. Pinnetje precies in het pad. Oh, vervelend zeg. Hey, het ding is, we willen hier een gat in boren. Tenminste, boren, draaien enzovoort. Alleen deze past niet. Kunnen we niet fatsoenlijk inspannen. Als je nou een veelvoud van 3 had, wat betreft tanden. Had nog gelukt, maar dit feest lukt net niet helemaal. Dus ik heb gewoon een stuk buis. Ga hem even een beetje eraan lassen. En dan moet het goed komen. Ja. Oké, laten we het doen. Oh. Ja, dan... ja, nou moeten we straks. Nou, Johan, anders is hij niet helemaal in het midden. Maakt het ook niet zo veel uit. Komt zo nou niet.
van een tandwiel. Maar hij is echt serieus best goed in het midden. Ja, Alex zit hij best goed in het midden. Ja. Wat dacht je dan? Heb ik net ongeveer zo'n soort van gemeen. Kijk. Uh-oh. Nu zijn we tandje een beetje geraakt daar. Oh. Oké, nou ja, goed. Zo. We kunnen hem in ieder geval wel opspannen nou. Over dan hoor. Maar eens even kijken, Dirk, hoe weinig vlees we dan nog overhouden. Kijken. Kijk, zie je. Echt heel weinig hoor. Ja. Je moet nog kunnen lassen dadelijk, hè? Ja, maar dat kan, valt er ook in, hè? Zo helemaal. Ja, en hier dan? Dan kan het maar met één las vastzetten. Ik denk dat het beter gewoon een stukje asdraai ook nog wel hierin valt. Ja, maar die moet je dan neer. Die moet je in doen. Nou, die kunnen langs alle kanten aflassen. Maar nou, we zijn misschien al te ver hiervoor. Oh nee. Dat is de maat. Ja. Ja, iets ruimer draaien. Want dat is niet helemaal precies. We moeten met lassen hem wel uitlijnen. Ja, want dit past hier ook weer in. Ja, je kan het doen. Hier. Dat is wel echt de ketting van het model Lompie. Ja, het is een goede dikke. Ja, dat moet ook wel. Kijk, waar is dat tandwieltje? Ja, oh, die moet je even een andere pakken, denk ik. Oh, die lag hier toch ergens? Daar nog. Best wel ruimte over. Ja, dat gaat wel. Dat moet wel. Hij zit er nog uit het midden. Moet... Ja, maar dat kan wel. Ja. Eventueel kunnen we de last nog afdraaien. Maar dit moeten we tikken gewoon. Zou ik doen, denk ik. Dan zit het dan vast. Ja, dan heb je een korte, hele sterke last. Hmm. Ik denk dat dat het beste is. Oké, dan draai ik hem gewoon verder uit. Ik wou zeggen, hij is niet helemaal recht, want hij wankelde wel een beetje. Maar ja, we moeten het dadelijk toch uitlijnen op de flensje. Ja, maakt niet uit, als het ding ook maar iets slingert. Dus die ketting die hoeft niet op standje strak 100, hè. Zo, kijk eens aan. Nou, hij zit al vast. Hoeft niet eens meer, hoeft niks meer aan het lassen, joh. Hij is al vast gekrompen, denk ik. Hij was natuurlijk warm toen ik hem erin zette. Waarom zit hij zo dan? Mooi, dan maken we hem los. Kijk eens. Oh. Even de lasjes wegslijpen nog. Dat is een mooi tandkruisje geworden zo, hè. Ja, en dan het daaraan brakken. Nog zo'n wastafel. Dit moet eigenlijk gewoon nou
recht zijn, zou ik zeggen. Laat hem gewoon vast, gezellig. Er is erbij. Nou, we hadden een spraakmakend onderwerp hoor, want het ging er in de comments nog over en ik heb nog een aantal mailtjes gehad ook erover. Het verhaal over de rupsbanden en de snelheid. De stelling was, als je nou blokken op je rupsbanden schroeft, gaat je voertuig dan harder? Nou, het antwoord is nee, maar een heleboel mensen die blijven erbij dat het toch ja is. Dus ik ga het nog een keer proberen uit te leggen en nog simpeler. Je moet het zo zien. Je hebt een rupsvoertuig. Hè? Er zitten een aantal wielen op. Zo. Dit is een soort van tandwiel. Ja. En die drijft de rupsband aan. En de rupsband ligt hier omheen. Ja. Dit is sprocket. Hier hebben we loopwielen, die staan op de grond. En hier hebben we nog een spanrol om de spanning te bepalen van je rups. Nou, voor de aandrijving, daar zorgt de sprocket voor. Ja? Dus de sprocket, die draait een bepaald toerental. Nou, je zou kunnen zeggen, die sprocket, de diameter van die sprocket, die is belangrijk met de, wat betreft de omwentelingssnelheid van je rupsband. Hè? Dus hoeveel meters rups gaan er nou voorbij? Voorbij die sprocket. Nou, en dat heeft alles te maken met een woord, de steekcirkel diameter. Hè? Dus we hebben de sprocket, ik teken hem even groter. Zo. Met die tanden. En die rups. Let op. Die rups die pakt hij hier zeg maar steeds in mee. In deze kommetjes. Ja. Ja. En die hebben een bepaalde. Dat is het hart van die dingen. En je ziet, hier zijn allemaal harten en die hebben een bepaalde zo'n middellijn waar al die harten bij elkaar komen. En deze diameter die je hier nou krijgt, hè, dat is de steekcirkel diameter van je aandrijfwiel. En dat is de diameter die bepaalt hoe hard jouw voertuig gaat. En dat maakt niks uit of er nou ja, een blokken op zitten of niet. Dat is het. Omwentelingssnelheid en de steekcirkel diameter. Nou, kunnen we nog even heel simpel nog even verder uitleggen. Let op. Een voorbeeld. Deze weg. Ja? Hier rijdt een voertuigje met een wiel. Ja? Zo. En hier nog een wiel. Dit wiel heeft een bepaalde omwentelingssnelheid, een bepaald toertal. Dat wiel heeft ook een diameter. Dus per omwenteling legt dat wiel precies die omtrek, hè, legt die af. Dus per omwenteling is dat één keer die omtrek. Nou, dus die weg. En nou zullen we het even zo vertellen. Nou gaan we die weg die eronder zit, die gaan we ombuigen. Let op. Zo, ja, buigen die weg om. Ik teken hem met een andere kleur, hè. Dat is een mooie groene weg. En die weg die buigen we hier zo omheen, zo, hoppatee, zo. Nou is het een beetje een soort van rupsband. Dus, de wiel dat drijft nog steeds, dat rijdt eigenlijk nog steeds over die weg. De snelheid is niet veranderd. En dan maken we die weg dikker. Gaat die nou harder? Nee, hè. En ik weet ook waarom dat mensen dat denken. Want weet je wat de grote grap is? Als je nou een puntje kijkt. Hè, dit is een rupsband, maken we er nou even van. Zo. Schakels. Zo. En hier worden die schakels moeten hier open gaan. Want ja, hij scharniert natuurlijk nog steeds op zijn steekcirkel diameter. Daar gaat hij scharnieren. Dus hier liggen ze weer tegen elkaar. En hier gaan ze weer open. En als we dan even gaan kijken naar een puntje op die rupsband. Hier helemaal op de buitenkant. En je zou gaan kijken naar die snelheid. Die snelheid is zeg maar in dit gedeelte. Waar ons rupsvoertuig over de grond rijdt. Is die identiek
aan de omwentelingssnelheid van je aandrijfwiel. En als je hier de bocht om gaat, ja, dan gaat die snelheid omhoog natuurlijk, want dan gaan die dingen gaan ook openbuigen, om het zo maar te zeggen. Die rups die plooit zo open. Dus er zit een kern van waarheid in, dat inderdaad dan jouw rups wel sneller op zijn uiterste puntje gaat bewegen. Dus de gemiddelde omloopsnelheid van dit punt is hoger als je rups hoger wordt ook. Maar die snelheid, zeg maar, die snelheidsverhoging, die zit alleen hier en hier. En helaas voor ons rijdt ons rupsvoertuig alleen hier op de grond, zeg maar. Op dat stuk. En daar is die snelheid nog steeds hetzelfde als die omwentelingssnelheid van jouw aandrijfwiel. Dus je kunt hier een hele berg aan blokken, onderschroeven en alles wat je wil. Denk niet dat het de karakteristiek van je voertuig zal gaan verbeteren. Maar de snelheid gaat er in ieder geval niet mee omhoog. Dat. Ik hoop dat het nou een beetje duidelijker is. Goed. Laten we verder gaan met dit voertuig. Nou, ik vind het nog een beetje onduidelijk, want in één keer is de weg heel dik. Kijk, ja. Ik ben het er wel mee eens, daar niet van. Het klopt ook, maar het is wel. Ik snap dat iemand nou gaat zeggen, ja, je tekent in één keer de weg dik. En zonder te zeggen, ja, in één keer is die dik en hij gaat even hard. Dat is gelijk een aanname, zeg maar. Dus dat moet je eigenlijk even beter nog uitleggen. Kijk, je moet het zo tekenen. Teken is een rupsbandje met een dunne rups en een rupsbandje met een dikke rups. Met twee wielen. Ja, dat hebben we nou, hè? Dat is hetzelfde. Hetzelfde ding. Dat is het dikke en hier tekenen we de dunne. Dat hebben we vorige keer gedaan en dat was het niet duidelijk blijkbaar. Zo. Zo. Ja, dat is de dunne. En dan moet je eigenlijk gewoon die schakeltjes die we daar hebben, die zijn nog steeds even lang. Dat maakt niet eens uit. Nou jawel, want dat maakt voor dit idee wel uit, zeg maar. Okay. Dus dan moet je het zien, die omwentelingssnelheid, die is nog steeds hetzelfde. Dus het aantal schakels dat voorbij komt, is ook onveranderd. En het aantal schakels wat op de grond staat, hoe hoog dat ze ook zijn, dat blijft hetzelfde. Ja, maar de koppel nou de rups is los aan de bovenkant en leg hem eens plat op de grond. Ja, dat maakt niks uit, die lengte is hetzelfde. Ja, maar ik denk dat het dan duidelijk is. Want als je nu zeg maar loskoppelt aan de bovenkant. Ja, dan krijg je zeg maar dit. Dan heb je dit is dit is zeg maar de dunne rups. En die dikke rups, die is gewoon zo. Ja, en daar rijdt hij overheen. En dus het maakt niks uit, want het is gewoon, je verhoogt dan eigenlijk de weg waar je op rijdt. Het is hetzelfde als dat de trein op een rails rijdt. Nou, de trein rijdt al over de rails is oneindig. Maar wat nou als je de rails weer terug aan de vorige rails koppelt, dus dat hij heel de tijd in zijn eigen rails rijdt. Als de rails dan hoger is, dan gaat de trein niet harder. Nee, maar die wielen, die drijven nog steeds gewoon dezelfde rails aan in feite. Dus het maakt niks uit of het hoog of lager is. Huh. Ja, het is dus gewoon het toerental van een sprocket en een steekcirkeldiameter. Steekcirkeldiameter, dat is het belangrijkste ding. Jammer weer. Oké, okay. Maar dat hoeft dan niet per se, want dan kan ik de steekas vast gaan maken. Ja, het is wel, het ziet er goed uit ofzo. Want anders dan ja, moet ik met de steekas in de gaten houden dat we hem, hij kan zeg maar, je kunt hem in en uitschuiven een beetje. Een beetje op het uit moet hij nu, want hij staat een beetje in beneden. Ja, dat ze in ieder geval zo stellen dat er een beetje muziek in zit. Ja, ik snap het. Oké, laten we het doen. Alleen even de massa, de massa. Koud. Even vast spetteren. Ja, het naafje wat we per ongeluk net een beetje te groot hadden laten snijden. Hè. Kijk, deze ring die centreert heel mooi op onze naaf. Van het, waar die op moet komen, hè, van de Opel Astra, om zo maar te zeggen. En dit busje moet hierin. Maar je ziet het al. Dat centreert echt niet. Want deze is 57 en deze is 50. Dus we hebben best wel veel spelen. Nou, dan hadden we het zo bedacht. Let op. We willen deze leg er even onder, want hij moet niet helemaal tot onderaan komen. Want we willen straks een pasrandje hebben. Om die speling nou een beetje eruit te krijgen en hem toch enigszins in het midden te krijgen, dit ding. Hebben we hier kleine stukjes, strookjes aluminium geknipt van 3 mm. En die passen natuurlijk hier precies in die groef. Kijk.
Als ik die een beetje gelijkmatig verdeel op deze manier, dan zit hij dadelijk toch behoorlijk goed in het midden. Ja, dat zou goed moeten zijn. Kijk, mag ik de lasten? Ja. Ziet er goed uit zo, hè? Kijk. Dan moet ik hem even aflassen dadelijk. Verruts ik die stukjes aluminium er zo snijdt. Dus. Plop, dat was hem. Steek als er niet in. Nu? Ja, nee, dan moet je de draaier anders demonteren. Ja, dat is zo. Nou, misschien kan ik deze losmaken. Nee, dat gaat nooit. Zo? Het niet. Nee. En dan als we de dingen uitveren wel. Oh! Hier! Oh, hij gaat niet verder natuurlijk. Ik moet even laten zakken. Wat? Hij kan niet verder naar beneden? Nee, die stekers kan niet zo vol. Ik had hem moeten kunnen. Oh ja, nou ja, dit kan hij wel. Oei. Zo, ja. Dat, geldt, dat ziet er weer goed uit, man. Even kijken hoe dat we... We willen hem een beetje uit, zoiets of zo. Ja, dan moet wel daar nog voldoende kunnen niet, bewegen. Ik ga hem niet aflassen. Of wel? Nee, ik zou hem eerst hechten. En dan kunnen we straks heel de boel even laten draaien. En dan opkrikken en zo. En kijken of dat nog soepel draait. Dat lijkt me ook, ja. Ik vind het erg mooi. Geen last tikken daar tussen de plaskant. Dat is niet handig. Dat is mooi, hè? Kijk, met een pasrandje en dan kan het zo, hop, klik, vast. Buiten erin straks. Is die echt goed vast voor jou? Deze? Ja, die centreert gewoon. Ja, deze ook wel, maar niet echt... Hoe kan dat nou? Deze centreert gewoon echt goed. Ja, hij centreert wel, maar er zit wel een klein beetje ruimte op, zeg maar. Wel een millimetertje, denk ik. Zoveel? Hoe kan... Zit hier nog een lasttik in dan, die geen speling meer heeft? Ja, nee, geen millimeter. Dit zeg maar wat je nu hoort. Ja, en dan moeten we deze ertussen fabrieken. Kijk aan. Ja, dit werkt gewoon hoor. Daar haal ik die sprokken daarop. Nou. Toch ruig. Zien we mooi het allemaal past, hoe strak en zo. Daar zit niet veel ruimte tussen hoor. Nee, dat wou ik maar zeggen. Even deze plaat een beetje beter vastlassen. Anders dan... Valt die er dan af? Dat moet hij niet gaan. Goed maken. Oh, ja, dat gaat goed. Ja, ik had hem. Oké. Nou, naafje is klaar. Twee stuks. Dan moeten we alleen ons uitgedraaide tandwieltje erop lassen. En nou had ik zeg maar hier een aantal moeren om ertussen te leggen om hem overal ongeveer mooi op hoogte te hebben. Denk ik dat goed moet komen zo. Dat
Kun je niet bij. Ik zou het lekker laten zo. Ik denk dat we dat niet moeten doen, want als we maar aan de andere kant gaan proberen te lassen, dan hebben we het allemaal rotzooi op onze tandjes daar. En dan krijgen we niet meer fatsoenlijk weg ook. Ik denk dat het lekker zo moet blijven. Ja, ik kunt er nou dit eventjes doen. Dat is mooi, hè? Zo. Hoppatee. Hoe het hoort, maar het is wel hoe het werkt. Om even achter te meten. Maar die moet er ertussen. Nou, ik heb het even zo gedaan. Oh! Maar dan kunnen we in ieder geval even een kettingje erop leggen, een stukje. En afmeten. Nee, Rick? Nou, dat is goed toch? Ja, dat is. Kom maar goed. Ja, ja, dat is op de millimeter hoor. Oei, oei. We willen nou eigenlijk het grote tandwiel gaan lassen, deze. Kijk, die oplettende kijkers hadden al gezien, die ligt nog los. Dat hebben we expres gedaan, want we wisten natuurlijk nog niet precies waar die kwam. Maar nu weten we dat wel, want ja, onze sprocket, onze ronsel, die zit er nou op daar. Dus nu kunnen we deze ook op zijn plek gaan zetten. Maar nou is er nog één ding. En dat is dat hier straks nog moeren op moeten komen om de boel bij elkaar te trekken. Dan hebben we natuurlijk kans dat heel dat wiel nog iets wat verschuift of zo. Dus daarom moeten we nou gewoon eerst die schroefdraad gaan maken. En die, die as die daar doorheen komt, die moeten we eerst gewoon even helemaal gaan afwerken. Dat we de boel kunnen vastdraaien, zoals het straks ook echt komt als het gemonteerd zit. En dan kunnen we echt de positie van het tandwiel vaststellen. En dan kunnen we hem aflassen. En dan kunnen we eigenlijk die aandrijving bijna helemaal afwerken. We hebben alleen nog een aantal bouten nodig hiervoor. Dat is een speciale maat. Dat is M12 × 1.5 is het. Dat is niet gewoon M12. Het is een fijne draad. En dan moeten we hier... deze kunnen we aflassen ook al, hè? Die aandrijven vast. Laten we hem eerst helemaal in elkaar zetten. Even kijken of dit goed is. Dan we hem aan het wiel kunnen draaien. Zo. Dan kunnen we hem helemaal een keer in- en uitveren. Ja, dat is wel waar. Is goed, doen we dat. Wat is deze? Ja, dan moeten we het nog een keer in elkaar halen, maar dat maakt niet uit. Een beetje laten zakken, dat is goed gedaan. Laten zakken, dan komt je aan de bovenkant vrij. Ik neem even een pootje. Kijk maar. Oké, mooi. Dan moeten we hier draad op snijden. Ja, dit is niet goed, joh, moet je kijken. Die klauwplaat is gewoon helemaal naar de ballen. Kijk hier, dat is het probleem. En als ik hem nou. Die zijn niet recht, die klauwen. Hier. Zie je? Maar deze kun je gewoon tussendoor kijken. Zo. Ja, dan moet je eigenlijk met een center draaien. Gaat ze nooit lukken om draad te snijden fatsoenlijk. Dan moeten we eigenlijk een center hebben om te ondersteunen hier aan deze kant. Hè? Want dan kunnen we in de losse kop kunnen we een center zetten. Die ondersteunt ons werkstuk, dus dan kan die niet scheef gaan. Alleen het probleem is dat we dan ook weer niet de juiste draadsnijbijtel hebben. Want dit is
om binnendraad te snijden. En dan hebben we vorige keer zo langs deze kant gesneden. En ja, dat kan dan niet, want daar zit dan onze losse kop. Eigenlijk moeten we langs hier snijden, gewoon met een normale beitel, die we niet hebben. Even verzinnen, daar moeten we iets op bedenken. Let op, hè? Let op. Zie hoe dat ding wiebelt. Ja. Ja, hier. Kijk. Nu moet je tussen die bekken kijken. Zie je, deze die. Hier zit een rotzooi tussen trouwens. Hier zit troep. Nee, ik zie het probleem al. Hij ja, die bekken staan zo. Ja. Overdreven. Hij pakt zeg maar onze as eigenlijk zo vast en dan gaat die as die druk je zo opzij en dan zit die scheef. Dat is het probleem. Maar hij, deze lijkt ook wel dat er nog iets tussen zit. Ik weet wel iets. Ja, met de center ondersteunen. Ja, en dan de bijtel er zo inzetten. En dan heel lang maken. Hoe? Dat zou wel, ja dat kan wel. Draaien. Ja, want dan hebben we wel plek genoeg. En dan kunnen we ook gewoon zoals we het normaal doen. Zeg maar langs de voorkant. Ja. Dat kan. Dat is een goed idee. Dat gaan we gewoon doen dan. Maken. Ja. Oh ja, zo inderdaad een beetje gevoetst. Niet echt een echt center, zeg maar. Oké, dus laten we eerst het center maken. Oké. Dat zal wel werken. We zijn de draadsnijbeitel erin aan het zetten. Het is altijd belangrijk dat je snijgereedschap natuurlijk wel gewoon mooi in het hart zit van je werkstuk. Kijk, en dan kunnen we het goed zien, want we hebben hier een soort van centerpunt. Ja, het is niet echt een hele fraaie centerpunt natuurlijk, maar het is een beetje behelpen. En wat je nou ziet, is dat het centerpunt zit nog hoger dan het gereedschap. Dus we moeten het gereedschap nog een beetje uitvullen. Ja, dat doen we hier met vulplaatjes onder de bijtels. We vullen hem iets naar boven, dat hij daar mooi... Kijk, dat ziet er beter uit al, hè? Maar volgens mij... Ja, maar dat heb nog één plaatje is denk ik te veel. Een dun plaatje hebben we nog, toch? Ja, dit. Ja, die is altijd dik. Daarom, dus hij kan beter dan net iets lager zitten dan net iets hoger in ieder geval. Ja, want anders dan snijdt hij helemaal niet. Deze zo. Deze helemaal naar daar toe. Ja, zo. Deze hè? Even rommelen zo. Kijken. Ja, dit moet hem zijn. Natuurlijk een Engels machine. Het is gewoon een werkmachine nu. Staat er hier gewoon ergens nog een 312? Even kijken, hij staat hier op CA. Deze staat op C en dit is wel A, toch? Misschien dat hij daar... Ja. En nou doet het. Ja, nou doet je het. En nou moet je met deze niet gaan doen. Kijk, hij moet nou eigenlijk naar C, of niet? Nee, dit is het. Ja, deze. Ja, zo. Nou doet je het. Dat was toen ook al het probleem. Ja, maar nu doet je het. Ja. Mooi. Je wou denk ik misschien. Ja, het is gelukt. Dat was vorige keer in de draad ook het probleem. We konden alleen maar links de draad snijden. We konden niet richting wisselen van die spillen. Het heeft te maken met dit hendeltje waar gewoon hartstikke zwaar gaat. Maar we hebben net een beetje met kloppen en terwijl dit draaide en zo. En nu zit hij goed. Dus nu kunnen we gaan, nou kunnen we gaan snijden. En dan deze zo. Ja, we moeten even kijken wanneer we hem uitzetten, want dat is wel... Nou, we hebben geen uitloop voor onze draad, hè? Nee, maar het is goed zat. Ja, dat is goed zat, maar dadelijk hebben we hem dan laten hem lopen. En dadelijk komen we in een stuk nieuwe draad waar we nog niet gesneden hebben, dan breekt de bijtel natuurlijk, hè? Ja. We moeten... Ja, we kunnen dat niet zien, we hebben geen uitlezing erop. Zo. Daar ook op letten met je broer. Ja, goed. Kijk, we zetten hem even kijken daar op de 0. Dat is daar. Hoeveel kan hij parkeren hebben? Nou, niet te veel, want volgens mij is het best wel veel. Ik heb hem om half. Ik weet niet, dat is niks. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk het tiende tegelijk kan wel hoor. Ja, maar dat is volgens mij geen tiende. Maar even kijken. Hier.
jouw draaibank maar meer, maar ik vind dit wel genoeg. Hoe heb je hem nou gezet dan? Ja, een half. Na de... Ja. Huh? Ja, ja, we moeten verder. Nul. Of nou, gewoon een heel rondje, denk ja, nou ben ik er. Nou, jij hebt denk ik al een heel rondje. Nee, dat zegt heel veel, een heel rondje. Wat wou ik zeggen? Nee, het lijkt veel, maar ik weet niet, misschien is 5 nou al te veel, want hij gaat elke keer meer snijden, hè? Ja, joh, 10 kan makkelijk. Kom naar 10, oké. Okay. Gaat hij al met alles om? Ja, dat is aan 1 millimeter, dat kan ik me dan... Dat moet wel dan. Het is wel veel hoor, wat hij nou doet, maar we zien het wel. Ja, dit valt wel mee. Ja, dat was mooi, hè? Als je het elke keer zou doen, dan komt het wel goed. Ja, maar tot elke keer spannender. Want elke keer moet je meer verspanen. En dan wordt het verschil steeds groter. Als we dan per ongeluk te ver gaan, dan moet je in één keer wel een hele grote groef steken. Dat vind ik niet fijn. Dat is 0. 15. Nou dan. Ja, dat zou moeten lukken. Denk het wel. Laten we het doen. Niet te lang. Ja, dan bouw je al het werkstuk die kant op. Ja, ja, dat hij de speling eruit heeft. Ik wil zeggen, anders als je als werkstuk opschuift, dan klopt onze schroefdraad eigenlijk niet meer. Dat moet je niet doen. Ja, dit wordt mooi. Maar dit lijkt wel te kloppen, toch? Ja, zeker. Laten we verder gaan. We hebben de spoed nog maar niet gecheckt. Maar dat kan het goed zijn? Ja, joh. Komt u dan? Hij ziet. Dingetje, oh, dit wordt spannend. Dit is wel veel, maar ja, ik geloof het. Doe maar. Ja, vind je het veel? Vind je het te spannend? Nee, ik vertrouw op jou. Nou, is goed, toch? Toch, we hadden net 37,5, dus ja, als we nou naar 45 gaan... Dat moet dan veel worden op een gegeven moment. Ja, het is. Oké, okay, laten we het maar doen. Komt ie dan. Minder moeten doen. Denk je niet? Ja, maar dat gaat nou wel. Dat wordt wel veel hoor al. Ja. Kut. Komt ie. Ja, warm denk ik hoor. Ja, zeker, zeker. Hier, zo komt het af. Ik kan nog best wel een stuk verder hoor. Jawel, jawel. Ik denk, we moeten het kunnen halen. Want normaal gesproken, als jij binnen draait, ja, dan is het niet anders. Maar voor spoed dat deze beitel is, hè? Misschien dat hij maximaal 2 is of zo. Ja, ja, dat zou kunnen. Oké, laten we kijken.
denk nog één keertje. Oké, laat het doen. Net zoveel eraf haalt. We hebben bijna scherpe top. Ik denk nog één keer. Eén keer, dan misschien hebben we hem al. Maar ik zou hem niet eens verdraaien. Ik denk gewoon deze keer er gewoon nog goed doorheen. Ik denk dat hij net zoveel eraf haalt. Ja, ik weet het wel, hè. Ja. Laat het zien. Denk ik. Oké. Hier. Ja. Precies goed. Is gewoon goed. Nou, dat is mooi toch? Oké, dan mag hij eruit. Een beetje, maar dat mag wel. Het is ook wel een M30. Het is ook wel iets, hè? Ik denk dat je bij 100 kan stoppen misschien. Wow, hier. Nou, is goed gelukt zo toch? Hier. Eigenlijk moet je een verschuin kantje eraan draaien. Hier zo. Ja. Of slijpen. Dat maakt niet zoveel uit. Ik heb er een schuin kantje aangedraaid bij het eerste begin. Alleen dat had het gewoon een stuk groter mogen zijn natuurlijk. Ha, great success. En dat is mooi, want het is ondertussen ook tijd. We moeten echt gaan afsluiten. Het is gewoon al 5 uur geweest nou, hè. Dan moeten we morgen nog eentje maken. Dan, ja, dan kunnen die wielen helemaal vast gaan zetten en zo. Mooi. Of 3 bedoel je? 3 reacties. Ja, en 3 van die schroefdraden. Waarom? We gaan de hele lassen. Nee joh, we doen aan één kant lassen, ja, toch tuurlijk. Gewoon de kop. We kunnen er ook een moer op plassen. Nee, dan moet je die moer uitdraaien. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat kan wel. We kunnen ook gewoon deze afdraaien. Ja, maar zou ik die moer uitdraaien? Ziet er wel leuk uit. Een mooie moer erop. Dat is. Oké, ik pak gauw de reacties erbij, want we gaan het zo afsluiten natuurlijk. Ik heb ze, de reacties van gisteren. Daar staat bovenaan, staat DestructionNL. Die zegt, eigenlijk moet die buggy naar buiten jongens. Het was natuurlijk een videoreeks Build a Buggy in Your Backyard. Dat klopt, en we hebben hem toen ook helemaal afgewerkt. Hè? Dus de Backyard Buggy, die hebben we ook gewoon getest. Daar is ook een video van. Dus en nu is het weer een nieuw project. Hè? We hebben hem nou weer gesloopt en zijn nou iets nieuws van aan het bouwen. Het is nou meer Build a Buggy in Your Workshop. Hi. Dus eigenlijk was het een backyard en nu een workshop. En dan gaan we kijken wat het beste is. Ja. Of je in je backyard moet doen of in je workshop. Precies, het is gewoon een soort van test. Kako 1000 zegt, hoi Emiel en Dirk. Ik heb jullie een paar maanden geleden via de postvlog een draadsnijbeitel gestuurd. De volgende keer dat jullie draad moeten snijden, kunnen jullie die gebruiken. Groetjes, Kasper. Ja. Waar is die beitel dan? Ja, die hebben we gehad. Ja, ligt die dan nog bij spulletjes die we hebben gehad en hebben die niet hierbij gelegd? Ja, kijk. We hebben één zo'n draadsnijbeitel, maar er zaten geen plaatjes bij. Zou dat dan geweest zijn? Ja, mogelijk. Want? Ik weet het niet. Maar ja, goed, we hebben het nou ook zo opgelost. Het is ook wel een hele grove draad natuurlijk, hè. Nou, die M30 die we moeten snijden. Dus... Even kijken. Ik denk niet dat die buitel zo groot was. Oké, ga jij even kijken? Ik doe de volgende comment alvast. Yuko Kanu. Je zegt, hey Milo, sorry dat ik dit hier neerzet. Maar ik weet niet of je de comments onder oude video's terugkijkt. De radiator die je gisteren uit de gas hebt gehaald lijkt op van een Lada sedan. Lada 2016 en ouder. Die pijpjes zitten vast met alleen die rubberen afdichtingen. En de bak draagt de radiator. Ik weet niet of meerdere onderdelen hetzelfde zijn. Maar misschien scheelt dat in kosten. Hier in Nederland zit een Lada shop. Hey, ja, bedankt voor de tip. Op zich, de kosten van de onderdelen die zijn niet zo hoog. Sterker nog, die zijn echt best wel goedkoop eigenlijk. Bijvoorbeeld de contactslot.
Ja, een nieuwe sleutel laten maken kost 5 euro, maar een contactslot met sleutel kost echt 3 euro daar. Dus het is echt niet duur. Alleen het verzenden is duur, maar we gaan toch al onderdelen bestellen. Dus ja, we laten gewoon alles vanuit Rusland komen. Dan, dat is het beste. Ja, het is het echt. De hoofdremcilinder ook, die kost 3 tientjes geloof ik, dit nieuw. Dus dat is niet te gek. Heb je hem gevonden? Nou, ik denk dat deze is gewoon... Deze hadden we gisteren al, maar we hebben geen plaatjes voor daarin. Oh ja, dat zal het zijn. Ja, dat denk ik ook. Daar waren we net op. Maar daar hadden we dit toch niet mee kunnen maken hoor. Kijk nee, want die is te klein. Ja, waar is hij niet zo? Kijk maar, dit is echt wel een hele grove draad hè. Hier. Nou, toch zou hij het misschien wel kunnen. Hij kan wel ver hoor, kijk maar. Zie je? Had misschien best gegaan, zie je dat? Dan moeten we daar plaatjes. Het zal erom hangen. Staat er maar, wel op, denk ik. Dat ligt, nee, dat ligt eraan wel voor plaatje dat je erin doet natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Oké. Ja, hier kunnen we wel gewoon andere plaatjes voor bestellen. Dan moet daar geen probleem zijn. Maar goed, het is nou ook gelukt. We hebben er in ieder geval al één klaar. Morgen nog eentje draaien. Dan kunnen we hem de wielophanging morgen heel eind klaar hebben, denk ik. Dat is eigenlijk de bedoeling dat hij volgende week gaat rijden natuurlijk. Hè? Dus oké, mensen, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. En niet vergeten te stemmen, hè? Voor de televisierring natuurlijk. Hè? Televisierster, ja. Als je ons het beste vindt dan. Misschien vindt het ons helemaal niet goed. Dan mogen jullie ons stemmen. Nee, het is gewoon stemmen als je het leuk vindt. Zo is het. Maar als je tot hier bent blijven kijken naar deze video, dan denk ik dat dat het geval is, want anders was je al lang afgehaakt. Ja, of je bent gaan slapen vallen. Dat kan ook, maar dan hoor je dit ook niet. Nu wakker maken. Ja, we wakker! En stemmen! Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende!